Ik ben Stijn Beks en ik zetel voor Groen in het Vlaams parlement. Ik ben afkomstig uit Brussel. En mijn belangrijkste opdracht hier is dus in principe om de belangen van de Brusselaars te verdedigen. Maar uiteraard wil ik opkomen voor iedereen in Vlaanderen. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Als Brusselaar stel je elke dag vast dat het heel belangrijk is dat de politiek echt werk maakt van een beter Brussel. Dat gaat over Beter uh, transport, zodat er minder mensen met de auto naar Brussel komen. Dat gaat ook over, uh, over beter onderwijs, want het uh, onderwijs in een jonge stad als Brussel dat is echt heel belangrijk. En op die vlakken heeft Vlaanderen een hele grote verantwoordelijkheid op te nemen ten aanzien van Brussel. Uh, en daarom wou ik absoluut heel graag in het Vlaams parlement daarmee over komen praten. We moeten meer investeren in onderwijs in Brussel, dat is de toekomst. Uh, er zijn heel veel mensen die Nederlands willen leren en daar wil ik hier in het Vlaams parlement op blijven hameren. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Zo'n avond is altijd heel spannend. De eerste uitslagen komen binnen, maar je bent nooit zeker of dat dan echt in die richting is dat de uitslagen zullen evolueren. Maar in Brussel heeft Groen het zeer, zeer goed gedaan. We zijn de grootste partij bij de gewestverkiezingen. En dat betekent dat elke van Den brand nu de onderhandeling mag leiden om een Brusselse regering te vormen. Dus we zijn daar echt heel ambitieus om, net zoals in Gent, als in Leuven, echt een groene stempel... Op, uh, op die stad uh, te drukken en om daar echt dingen in beweging te zetten. En ook voor het Vlaams parlement hebben we zeer, zeer goed gescoord in Brussel. We hebben uh, 28% van de stemmen gehaald. Uh, twee zetels. Behalve ikzelf is ook Celia Grotede verkozen. En dat betekent echt wel uh, dat we in Brussel. Heel fier mogen zijn op ons resultaat. En, en de avond van de verkiezingen was dus uiteindelijk wel echt een, een fantastische avond. Waar we echt feest hebben kunnen vieren met onze groene uh, leden die heel veel uh, mee campagne hebben gevoerd. We hebben ongelooflijk veel uh, deurbellen uh, gedaan tijdens de campagne. Met ongelooflijk veel mensen gesproken. En dat kan alleen maar als je heel veel vrijwilligers hebt die daaraan meewerken. En samen met hen hebben we dus een feestje gebouwd die avond van de 26e. Bent u tevreden met het resultaat? Um, ik ben zeker tevreden met mijn persoonlijk resultaat. Ik had uh, nooit verwacht dat ik uh, meer dan uh, 3000 stemmen zou kunnen halen in Brussel. Dus uh, dat was. Uh, Fantastisch, het beeld van de partij is een beetje diffuus. Ik zei al, in Brussel hebben we het uh, zeer goed gedaan. En we zien ook dat we in, in steden waar we mee besturen, dat we het ook bijzonder goed doen. Um, daarnaast um, hebben we ook het meeste Vlaams parlementsleden ooit voor groen binnengehaald. Dus we hebben zeker een overwinning behaald. Maar in het, in het globale van de uitslag. Uh, was onze winst iets minder dan we hadden gehoopt, dat moeten we eerlijk durven toegeven. En het is natuurlijk ook uh, pijnlijk om vast te stellen dat uh, de grote winsten dat die, uh, naar de extremen gegaan zijn in het politieke landschap. Uh, extreem rechts en extreem links. En dat betekent dat, uh, dat wij als partij te weinig een alternatief hebben kunnen bieden voor de mensen. Uh, en dat vinden we spijtig. We zijn daar nu ook uh, intern over aan het nadenken. Van kijk, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we... Uh, dat groene verhaal op een wervendere manier brengen. Want we zijn er echt van overtuigd uh, dat uh, het groene verhaal de toekomst is. Dat mensen uh, daar echt een, een, een gelukkiger leven van kunnen leiden. Als we zorgen dat we die alternatieven die wij in ons programma staan hebben, als we die kunnen realiseren. En we moeten kijken waar we ons verhaal uh, niet goed genoeg hebben verteld om te zorgen dat we het volgende keer beter doen. Wat zijn uw verwachtingen over een nieuwe functie? Ik ga sowieso in de commissie Onderwijs mijn verantwoordelijkheid opnemen. Ik wil heel hard inzetten op scholenbouw, niet alleen in Brussel, maar ook in Vlaanderen. Om ervoor te zorgen dat jongeren in een kwaliteitsvolle omgeving naar school kunnen gaan. En dat ze daar ook echt de, de, de zorgen krijgen die ze, en de opleiding krijgen die ze, die ze nodig hebben om. Om er te staan uh, als ze afstuderen. Dus dat is uh, iets waar ik, uh, waar ik heel hard wil voor wil gaan. Maar toch specifiek die, uh, die capaciteit van het uh, Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Daar wil ik echt werk van maken, want daar zijn nog altijd plaatsen tekort. Uh, en bovendien denk ik dat we ook uh, moeten kijken naar hoe je uh, Brusselaars, maar eigenlijk Belgen in het algemeen, uh, meer kunt aanzetten om meer talen te leren. Ik denk dat het goed zou zijn als uh, Vlamingen. Terug beter Frans leren spreken. Ik denk dat het ook absoluut nodig zou zijn, is om, uh, om uh, in Wallonië meer mensen te kunnen overtuigen van het belang van het Nederlands leren. Daar is een enorme taak voor het onderwijs en uh, ik ga ook naar de Senaat voor Groen en ik wil daar in overleg met uh, de Franstaligen, met Brusselaars, met Vlamingen kijken hoe we dat uh, kunnen realiseren. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ik was tot nu zelfstandige, maar die activiteit die, die bouw ik af. Ik vind dat je, als je verkozen wordt, dat je echt al je energie moet steken in je parlementair mandaat. We worden daar trouwens ook voor betaald. Dus ik ga voluit 100% voor mijn parlementair mandaat. Er zijn, er zijn mensen die dat doen. Dat hangt er een beetje vanaf hoe je uh, je job als parlementslid invult. Er zijn mensen die hier één keer per week uh, komen stemmen. Maar uh, van een groen parlementslid wordt meer verwacht. Wij hebben nu de dossiers uh, afgesproken waar wij deze zomer op gaan studeren. En vanaf uh, september moeten wij er staan. Moeten wij zorgen dat wij de ministers het vuur aan de schenen kunnen leggen. Dat wij ons programma kunnen voorstellen. Dat wij met mensen uh, uit de, de maatschappij praten, zodat hun standpunt in het parlement. Uh, vertolkt wordt. Uh, en daarvoor heb je echt wel uh, meer dan vijf dagen per week nodig om dat goed te kunnen doen. Wij willen ook met de groenen blijvende parlementsleden leveren die de beste scores neerzetten wanneer het rapport van de parlementsleden wordt opgemaakt, dat kun je echt niet in een, uh, in een deeltijdse job, daar moet je voltijds voor gaan. Wat is de impact op je sociale en familiale leven? Wel. We hebben de, de campagne gehad natuurlijk. Dat was zeker al een, een, een goede voorsmaak. Uh, ik wist natuurlijk al van vroeger, ik heb toen ook al in het parlement gezeteld, dat je als politicus eigenlijk uh, heel de tijd uh, bezig bent met die, met die belangrijke taak. Uh, het is druk en ik vind dat heel plezant. Uh, ik vind eigenlijk dat je als politicus, dat moet je doen met een overtuiging, dat moet je doen omdat je dat heel graag doet. En uh, ja, dan, als je je hobby mag doen. Als beroep dan moet je niet te veel klagen dat je een keer een uurtje langer daarmee bezig bent. Dat is juist plezant. Waarop mag de kiezer u binnen vijf jaar afrekenen? Wel, ik ga mij alleszins heel hard inzetten. Voor een verhaal waar Vlaanderen en Brussel samenwerken. Samenwerken in oplossingen voor mobiliteit, samenwerken in oplossingen rond onderwijs en noem maar op. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat dat een grote uitdaging is met een Vlaams parlement. Dat toch uh, samengesteld is uit partijen die eerder naar Antwerpen kijken dan naar Brussel, met het Vlaams Belang en N-VA. En het blijft toch een uitdaging om die open visie hier in het Vlaams Parlement uh, te blijven verdedigen, dat we moeten blijven samenwerken met onze landgenoten uit Brussel, uit Wallonië. Want alleen als je goede buren hebt waarmee je goed samenwerkt, uh, kun, je, kun je zelf ook. Uh, een aangename leefomgeving hebben. Dus ik, ik wil daar uh, blijven op hameren: die samenwerking met Brussel, die samenwerking met Wallonië, dat dat heel belangrijk is voor Vlaanderen.